president Chandrika Prasad Santokhi en zijn team aan ministers. Die voert er gesprekken met verschillende maatschappelijke groeperingen. Aan parlementariër, tevens fractieleider van de NDP, Rabin Permisser, vroegen wij om een reactie voor wat betreft de gesprekken welke nu gevoerd worden. Permisser hoopt er dat het niet alleen maar bij gesprekken blijft, maar het is nu in feite time for action. En daarin is hij benieuwd wat zal de president doen na de gesprekken. Het is altijd goed om een goed open overleg te gaan en te zijn met relevante groepen in Suriname. Vergeet niet dat ik dacht meer dan een jaar terug heeft de Nationale Democratische Partij de president ook geschreven van de tijd is aangebroken, gelet op in het eerste jaar de maatregelen die getroffen werden. Bij ons kwam het toen al over als een onsamenhangend beleid. Ja, dat we met elkaar moeten praten, want zo gaan we niet komen. Zo gaat de situatie erger worden. En de NDP heeft voorgesteld om in nationaal dialoog te gaan. Nou, dat is, we hebben nog steeds geen antwoord gehad, dacht ik, op die brief. En het moet niet zo zijn dat wanneer mensen tot actie overgaan, ontevreden zijn, dat is een democratisch recht van de mensen, dat je een nationaal dialoog gaat houden, woorden van die strekking, u zegt besprekingen, met als doel eigenlijk te doen alsof je luistert. En ja, om de mensen te sussen, dat moet het niet zijn. Hoe vaak is er toch besprekingen geweest met de president? Eén. Tweede is wat de president moet doen. Hij moet beginnen te luisteren naar de instituten die grondwettelijk, et cetera, te zijn. Laat die beginnen te luisteren naar het parlement. Ja, toch? Hoeveel zaken zijn in het parlement niet voorgehouden? Hij moet niet alleen luisteren naar de coalitie. In een volwassen democratie luister je zeker ook naar de oppositie. In landen als India en andere landen, ook hier in de regio, heeft de oppositie een voorname plaats in het parlement. Ja? Hier gaan we anders mee om. De stem van de minderheid, ik noem maar bijvoorbeeld, de gehandicapten vormen een minderheid in het land, maar het is belangrijk om naar ze te luisteren. Dat is waar ik naartoe wil gaan, het is geen kwestie van meerderheid in aantallen en minderheid. Het gaat om de materie, daarom neem ik als voorbeeld de gehandicapten. Zo ga je ook andere groepen nemen. Dus laten we, en nogmaals, het is altijd goed om in overleg te zijn, maar in een oprechte dialoog betekent luisteren met open en zeker naar de afwijkende meningen. Hoe komt men tot een afwijkende mening? Welke ideeën draagt men? En geef je echt gevolg daaraan? Tot nu toe is dat niet gebleken. Tot nu toe is het luisteren en op de oude voet doorgaan. Dat was ook bij de vorige acties, ja, van de mensen, van Hellings en noem maar op. Er is een zogenaamde dialoog ook begonnen, maar dat is van korte duur geweest. Wat heeft men met de zaken die naar voren zijn gebracht gedaan? Friends en family gaan maar door. Het non-transparant beleid gaat maar door. En ik kan zo dingen doornoemen. Dus als je dat niet doet, en ik kom eigenlijk samenvattend. Nogmaals, dialoog is goed, maar begin de basics te doen waarvoor je daar geroepen bent in de functie. En dat is? Begin met een behoorlijk bestuur. De elementen, basics van behoorlijk bestuur. Een democratische rechtsstaat. Wanneer mensen met andere ideeën zijn, moet je ze niet beginnen met bedreigingen, beschuldigingen, onterecht. Als je weet hoeveel signalen wij krijgen dat oppositieleden opgepakt zullen worden. Of laat maar de ruimer stellen, mensen met andere meningen, die zullen we maar oppakken en opsluiten. En eigenlijk moeten we goed nadenken. Als je mensen het opsluitbeleid, moeten we onder een vergrootglas plaatsen. Mensen worden, wat van het opsluitbeleid? Mensen die bijvoorbeeld
een andere mening hebben. In het afgelopen jaar hebben we gemerkt, die worden snel opgepakt. Liefst voor het weekend of liefst voor de feestdagen blijven ze lang binnen. Nou, er moeten wat dat betreft plaatsen kanttekeningen. Er moeten gedegen gronden aanwezig zijn als je dat doet. Ja, toch? Hoeveel mensen zijn opgehaald en daarna vrij? Ja, vanuit de rechtelijke macht gezegd, dit geldt niet. Dit is niet relevant wat u gedaan hebt. Dus tegen die achtergrond, dit is geen emotionele uitspraak. Als er tig mensen zo opgehaald worden, opgesloten worden, maar als de rechtelijke macht zegt nee, vrijlaten, dan moet er een lampje bij ons gaan branden, wat het opsluitbeleid betreft. Ik kom niet aan mensen die terecht, ja toch, opgehaald worden. Ik kom niet aan mensen die allerlei kwalijke praktijken hebben uitgehaald. Ja, dat is buiten discussie. Maar gewoon meningsuiting en dat soort zaken, een paar woorden verkeerd gebruikt in opvatting van mensen. Nou, daar moeten we anders mee omgaan. Het is juist de taak van zulke hoge functionarissen om mensen te betrekken, om mensen te motiveren, om mensen, de neuzen van de hele bevolking, proberen naar één richting te brengen. Als je die bevolking niet met je mee hebt, met dreigen komen we niet. Ja, toch? Met dreigen raken we juist verder van huis. Belangrijk is dat je iedereen meekrijgt in die samenleving achter je beleid. En dat is wat we missen eigenlijk. En als je een beleid wil implementeren waar je iedereen, dan ga je compromissen moeten sluiten. Niet het eigen gelijk doordrukken ten koste van alles. Dat maken wij in het parlement mee dagelijks. De attitude van de coalitie is, ja toch, dit is mijn mening, ik heb toch de meerderheid. Dan kom je niet, broeder. Wij de NDP, hoe je draait of keert, hebben een enorme bestuurlijke ervaring in de afgelopen periode, nu wat die actuele uitdagingen zijn. Maar we doen die voorstellen. Wij, zeker onder mijn leiding, is de NDP-fractie niet een fractie die maar schreeuwt en babari maakt. Wij komen met tegen voorstellen. Ik geef u maar twee voorbeelden. De overvliegtarieven. Als vliegtuigen over ons luchtruim vliegen, is decennia niet aangepast. Nou, pas dat aan. Dat is, heeft de regering aangenomen. Maar tot nu toe ontbreekt enige transparantie, berekening daar ons gepresenteerd. Hoeveel denken wij over 2023 binnen te halen? Niet eens een schatting kan men maken. Ja, toch? Ten aanzien van de uitbreiding van de fiscale regels tot, hoe heet het weer, tot buiten het oude territorium. Ja? Dus dat soort zaken zijn meegenomen waarbij je wel enkele honderden miljoenen extra binnengehalen. Dus wij komen met voorstellen en veel meer dan dat. Wij zijn met voorstellen gekomen voor BTW hoe je het moet doen. Kijk wat voor probleem we hebben. Aanvankelijk was het de bedoeling dat je voor BTW 700 miljoen binnen extra zou halen. Nou, mensen vergeten dat. En nu, poko, gaan we richting 400 something miljoen. Dat is bijna, als je niet oppast, bijna even zoveel als toen we die omzetbelasting hebben. Maar wat hebben we intussen gehad? Consumptiegoederen zijn zoveel maal duurder geworden voor de bevolking. In Archie, look zij doen naar people. Ja, toch? Dus je moet luisteren wat dialoog betreft. Ik ben benieuwd als de dialoog straks afgerond is, of er een rapport gaat komen wat het beleid zal zijn. Want zo transparant is deze regering niet. Keer op keer vragen we een aantal zaken, u weet het. Overeenkomsten, besprekingen die men in het buitenland heeft gevoerd. Nee hoor, men heeft niet eens respect voor het parlement waar men grondwettelijk, ja dag, zich moet verantwoorden. We hebben een controlerende dag. Dan vraag ik me af wat men gaat doen met al die ideeën, et cetera. U merkt toch ook dat een aantal groeperingen niet zonder reden ook niet gaan participeren. Ja, omdat ze fed up zijn van hetzelfde gedrag wat ten toon gesteld wordt. Dus we hopen altijd, je moet altijd hopen op beterschap. Ik hoop dat er een rapport komt met welke nieuwe beleidsinstellingen. Maar eigenlijk zeggen velen, de tijd van praten is voorbij.
We moeten concrete acties zien. Wat het hier en nu van de grote delen van de bevolking verbetert. Mm. Ja, toch? Niet met beloftes. Het zal beter komen. Lig in de tunnel. Ik ga jullie tegemoetkoming geven waarbij mensen jaloers gaan worden en al dat soort praatjes. Ja. Iedereen zou AOV, iedereen. En de mensen die AOV hadden genoten zouden per mei of juni vorig jaar iedere maand 1000 krijgen. Wat hebben ze gehad? En hoeveel van de AOV'ers hebben dat gehad? En het kan zo doorgaan. Dus je moet beloftes die je doet, zeker als president, ook waarmaken. Dat hebt u keer op keer niet gedaan. Ik heb die voorbeelden genoemd. Ja, dat moet u doen. En dan komt het vertrouwen in het instituut en al die dingen die ik aangehaald heb.